Hallo dames en heren, vandaag zijn we bij Molen de Hoop in Almelo. En Janine gaat ons vandaag alles uitleggen. Zaterdag is hier dus een open dag voor belangstellenden die het vak willen leren misschien, of die daar interesse in hebben. Ja. Kunt u wat meer vertellen over zaterdag? Ja, wij zijn zaterdag open vanaf 9:30. En dan van 9:30 tot 12 is er een groep welkom. En van 2:30 tot 4 is er een groep welkom. Mensen die geïnteresseerd zijn, die worden uitgenodigd om mee te lopen met ons. Het is dus niet alleen van je bent bezoeker, maar je mag ook dingen doen. Je komt ook op plekken waar bezoekers normaal niet komen. We hebben hier nog een paar van die steile hoge trappen. Die gaan de bezoekers normaal niet op, nee. Maar de mensen zaterdag wel. Die kunnen de kap in, kunnen alles bekijken, kunnen helpen bovendien. Zelf ben ik, zeg maar, ruim 10 jaar geleden heb ik hier rondgelopen op die manier. Ja. En toen dacht ik echt van, dit is zo mooi, dit ga ik proberen. Ja. We zien wel waar het schip strandt. Nou, het is niet gestrand in de zin van, ik heb mijn diploma gehaald, dus dat is mooi. Maar het is super interessant om in zo'n oud... een oud bedrijf rond te lopen waar je echt nog van vroeger al die overbrengingsmechanismes ziet en mee kunt werken. Want ik ben niet zo sterk, maar er zijn heel veel manieren hier in de molen waarbij je geholpen wordt om datgene wat je moet doen toch uit te voeren. Ja, en dan voor mijn beeldvorming, zijn jullie echt op zoek naar meer wat oudere mensen of juist wat jongs? Of... Ja, mooie vraag. Het liefst jonge mensen. We hebben hier een jongen rondlopen, die is nog 13 jaar. Volgende maand wordt hij 14. Oh. Die wil niks liever dan molenaar worden. Oh, dat is toch mooi. En die loopt niet alleen bij ons rond, maar ook bij andere molens. En dat soort mensen is natuurlijk fantastisch. Als je 14 bent, mag je officieel in opleiding. Okay. Als je 17 bent, mag je examen doen. Maar tot je 18e moet je altijd dan onder begeleiding een molen bedienen. Ja. Janine heeft ons net alles uitgelegd over de molen en het molenaarsvak. En vond jij dit nou een interessant filmpje? Geef je dan op om aanstaande zaterdag 23 maart een kijkje te nemen in deze molen en meer te leren over het molenaarsvak. Dank jullie wel.